Welkom bij Klein. Ik heb vandaag bij me een Britse camera van Samsung. Het is de WW1100F. Laten we snel kijken wat er allemaal in de verpakking zit bij de Samsung WW1100F. Wat doen ze erbij? USB oplaadstekker. Dat is altijd prettig. Dat betekent dat je de camera via USB kunt opladen. Dus je kan hem ook gewoon aan de computer opladen. Lensdop met een koordje zodat je hem niet kwijtraakt. Accu, dat is prettig. Ik heb liever een accu dan batterijen. Draagband. Handleidingen. En de camera zelf. Dat is hem. Dit is wat Samsung meelevert als je gaat voor de WW1100F. Wat zijn de specs van die WW1100F? Nou, laten we beginnen bij het begin. Het is een Britse camera en die hebben meestal een lekker zoombereik. Deze camera doet daar niet in onder. Hij heeft 35x optische zoom, dus plenty, meer dan genoeg. En hij heeft een 25mm groothoek. Want inzoomen, daar kan je altijd meer uithalen. Als je foto nog niet ver genoeg is ingezoomd, kun je bijsnijden. Maar groothoek, dat kan je er nooit bij krijgen. Dus fijn dat deze camera al heel veel groothoek van zichzelf heeft. 25mm maar liefst. Qua beeldresolutie 16 megapixels. Nou, die heb je lang niet altijd nodig, maar wel als je nog meer in wil zoomen. Dan kan je hem bijsnijden dus. Je ziet alles wat je doet op een lekker groot helder 3-inch display met een resolutie van maar liefst 460.000 pixels. Dus lekker scherp. Samsung is het merk van de smart camera, van de smartphone, van de smart tablet, van alles wat smart is. Dus deze camera zit bomvol met smart. Er zit wifi functionaliteit op en er zit zelfs NFC op, zodat je met één tik hem kan linken aan een smartphone of een tablet of een ander wifi apparaat, zodat je gelijk je foto's en filmpjes kan delen. Want daar gaat het om. Je schiet een foto, maar dan moet je hem vervolgens wel laten zien aan mensen. En dat kan je dus doen door hem af te drukken en fysiek te tonen, maar je kan hem dus ook delen met deze camera via wifi. Nou, qua instellingen genoeg. Er zijn automaten op diverse scènestanden en gelukkig ook handmatige instellingen, zodat je zelf controle hebt over de belichting. Samsung's bekende panoramafunctie zit erop en natuurlijk kan die filmen in Full HD. Met andere woorden, het is een camera waar best veel op zit in een compact huis en hij werkt, wat ik net al zei, met accu. Dus best veel te bieden, deze camera.